Arbeidsminister Stephen McAndrew noemt de launch van het tweejarig programma Pride Alliance een bittersweet moment. Hij sprak vandaag tijdens de launch van het programma in de ballroom van het Lalaroek-gebouw. De bewindsman stelt dat de samenleving nog niet is waar het wezen moet op het respecteren van de LGBTQ+ rechten. Namelijk meer tolerantie, meer open, het meer promoten van gelijkheid en dergelijke. Dus we hebben nog een lange weg te gaan in Suriname. Als AWJ, en dat is aangegeven door de heer Overman, hebben we in de afgelopen periode toch wel een aantal wetten aangenomen die toch wel kunnen helpen met het zetten van een aantal stappen naar die samenleving toe waar iedereen mag zijn wie hij of zij wil zijn. Ik denk dan aan de wet geweld en seksuele intimidatie. Dat is bedoeld zeker ook om geweld onder de LGBT-gemeenschap tegen te gaan, maar ook andere. Ik denk ook aan de wet gelijke behandeling arbeid. Dat is bedoeld om op de arbeidsmarkt toch ervoor te zorgen dat er voor onder andere gelijk werk, gelijke beloning is en andere zaken. De minister geeft verder aan dat er veel werk te verzetten is op de arbeidsmarkt. Voor president Chandrika Prasad Santokhi wordt met dit project het belang van samenwerkingen tussen de overheid en niet-gouvernementele organisaties benadrukt. Om mensenrechten, en zoals eerder aangegeven, de inclusiviteit in ons land te versterken. Suriname is regionaal en internationaal een voorbeeld van een inclusieve en diverse samenleving. Recentelijk hebben we deze nog verder versterkt met de financiële inclusiviteit, de verschillende banken naar alle burgers van het land toe. Maar vergeet u niet wat de betekenis is van een kiesstelsel gebaseerd op de landelijke evenredigheid. Dat wil zeggen, elke persoon heeft dezelfde stem, dezelfde gewicht, same value. We mogen trots zijn op deze diversiteit. Onze geschiedenis is verweven met verschillende culturen, religies en tradities die wij moeten koesteren. Het Pride Alliance programma is een samenwerking tussen COC Nederland, New Monday en LGBTQ+ platform. Het wordt ondersteund door de EU en richt zich op versterking van mensenrechten en gendergelijkheid in Suriname.